Professor Monique Feira, die gisteren als hoogleraar promoveerde aan de Anton de Kom Universiteit, zegt dat de wetgeving in het burgerlijk wetboek in de afgelopen 150 jaren is veranderd. De huidige wetgeving in het burgerlijk wetboek is volgens haar niet meer een weerspiegeling van het oorspronkelijk geldend recht. De wetgeving is nu vaak gebaseerd op basis van inzichten die rechtsgeleerden hebben. Het geldend recht is na 150 jaar rechtsontwikkeling niet meer goed terug te vinden in de wetboeken. 150 jaar terug was het bijvoorbeeld normaal dat kerk en staat samengingen en dat het christelijk recht zijn weerslag vond in de wet. Gedacht kan worden aan het feit dat de eenmaal gesloten huwelijk moeilijk ontbonden kon worden vanwege het Bijbelse principe dat hetgeen God bijeengebracht heeft, de mens niet mag scheiden. Nu zijn de inzichten over het samengaan tussen kerk en staat veranderd. Toch zien we in het nu geldend BW nog artikelen waar deze christelijke gedachte aan ten grondslag ligt. Artikel 261 BW bijvoorbeeld bepaalt nog steeds dat echtscheiding nimmer door onderlinge toestemming plaats kan hebben. Daarbovenop is de Surinaamse maatschappij een multi-etnische samenleving met ook andere dan christelijke geloofsrichtingen. Doordat de huidige wet niet meer geheel het geldend recht weerspiegelt, wordt het recht vaker gebaseerd op inzichten van de rechter in plaats van op de wet. Feira zegt verder dat haar studie en wetenschappelijke benadering hebben geresulteerd in een andere visie op vele gebieden. Ze vindt het een grote eer om gepromoveerd te worden als eerste vrouwelijke professor bij de universiteit. Ze zegt dat zij tijdens haar 29-jarige loopbaan bij de universiteit geïnspireerd is geworden door de drijfveer van vele studenten.